De camping hebben we nu 27 jaar. Het was eerst een tuinbouwbedrijf en daar ben ik 40 jaar geleden mee gestart. En van lieverlee is dat geleidelijk veranderd in een camping. Ik doe het alleen zonder personeel. Dus ik neem het aantal gasten aan wat voor mij behapbaar is en meer niet. De 71-jarige Ruud beheert een ruim kampeerterrein. In de 27 jaar dat hij dit doet, is er dan ook veel veranderd. Het terrein is uitgebreid van een boerencamping naar een camping met kampterrein. Tot zijn gasten rekent Ruud naast vakantiegangers ook enkele werkenden. Vaak zijn dit havenmedewerkers die door de week in de Rotterdamse haven aan de slag gaan. Maar dat niet alleen. Op camping Polderland is naast kamperen ook ruimte voor groepen. Ja, dit is een favoriet plekje voor groepen, ook voor scholen en voor verenigingen, families. Die hebben dan de gelegenheid om in een partytent te koken, te eten, te zitten, weet ik het, wat ze allemaal willen doen. En hier kunnen ze dan hun caravans en tenten neerzetten. En ik heb ook tenten voor groepen beschikbaar. En gisteren was hier nog een bedrijfsuitje wat georganiseerd werd. Ja, en dan komt er soms catering met een pizzakar of een patatboer of weet ik het wat. Ik zeg altijd, ik verhuur gras en jullie doen de rest. Ruud is eigenlijk 24/7 aan het werk. Waar had hij de motivatie vandaan? Ja, de contacten die je hebt met mensen. En ja, in de zomer komen hier veel buitenlanders. Er zijn dagen dat ik Frans, Duits en Engels spreek. Dus dat was hartstikke leuk. En dat lukt ook allemaal goed? Ja, dat lukt. Ja, ik ben nog ouderwets opgeleid met alle vier de talen. Het minst leuke, ja, dat zijn de momenten dat er... dat mensen te weinig rekening houden met anderen. En dan moet je ingrijpen, dan moet je zeggen, ja joh, dit is niet de bedoeling. Uiteindelijk kan het resulteren dat je zegt, van nou volgens mij passen wij niet goed bij elkaar op deze camping. Dan moet je maar een andere camping zoeken. Als Ruud even de rust wil opzoeken, dan doet hij dat bij een voor hem dierbaar plekje. Ik kano zelf ook veel, met mijn vrouw samen. En wij kanoen dan in het hele land, dus ik leg een kano bovenop de auto en ik ga ergens naartoe waar het leuk is om te kanoen. Ik ben hartstikke gelukkig, ik heb alle geluk gehad in mijn leven, dus ja. Nee, ik ben een zeer tevreden mens. Ik ben inmiddels 71, dus ik hoef niet meer te werken, maar ik vind het wel leuk om te blijven doen.